machteloos en toch weer niet. De onvoorstelbaar geachte Russische invasie in de Oekraïne heeft ons op een harde wijze duidelijk gemaakt dat de oorlog in Europa helaas niet tot het verleden behoort. Met verbijstering zien we de afschuwelijke beelden. Desondanks zien we een vastberaden en moedig volk dat pal staat voor hun land en hun nationale soevereiniteit. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar alle onschuldige mensen die op dit moment slachtoffer zijn van dit gewelddadige conflict. Zullen we heel even stil zijn? Dank u wel. Dat deze escalatie ons allemaal raakt, blijkt wel uit de meerdere hartverwarmende initiatieven vanuit ook ons medeblik. Of het nu gaat om het bijeenbrengen van voedselpakketten, medicijnen of kleding, of het beschikbaar stellen van onderdak. De saamhorigheid en de solidariteit die hieruit spreekt, is bijzonder goed om te ervaren. En ik denk dat hebben we met elkaar ook nodig. Er gaat een verbondenheid vanuit van onze inwoners die beseffen hoe ernstig deze situatie voor velen is. Medemenselijkheid staat nu voorop. Deze invasie en dit conflict maakt eens te meer duidelijk hoe waardevol onze democratische rechtsstaat is. Vrijheid om je te uiten. Vrijheid om te kunnen zijn wie je wil zijn. Vrijheid en rechtvaardigheid is een kostbaar goed, wat wij op waarde moeten blijven schatten. Met deze waarde mogen we dan ook nooit lichtzinnig omgaan. Wij koesteren dat we in vrijheid in Nederland leven. Wij voelen ons zeer betrokken wat bij er in Oekraïne gebeurt en gaan hiermee op West-Friese wijze aan de slag. Wereldwijd zien we dat heel veel mensen de straat opgaan om zich uit te spreken tegen deze oorlog. Hier spreekt verbondenheid uit, compassie en heel veel zorgen over de toekomst. De komende tijd zal zeker onzeker zijn. Er zullen nog vele ingewikkelde vragen beantwoord moeten worden. En er zullen zich zeer moeilijke situaties aandienen. Ik heb samen met ons gemeentebestuur er alle vertrouwen in dat wij samen met u, onze inwoners, nu ook onze bijdrage zullen leveren. Deze inzamelingsactie is hiervan een warm voorbeeld. Corona en al die anderen die hebben meegeholpen voor dit mooie initiatief. Dankjewel. Waar ben je? Kom jij eens hier? Nee, je moet wel luisteren naar de burgemeester. Kom maar. Corona belde me vorige week op. Ik heb een idee. Ik wil wat doen. En toen zei ik, wat een goed idee. Je had één vergissing gemaakt. Je had eerst Harry gebeld. Maar dat is je vergeven. En Harry en ik zijn samen opgetrokken om... Samen met het college, met Andrea, Josette en Dirk, hier vorm aan te geven met elkaar. En ik wil je oprecht bedanken voor het mooie initiatief. Er zijn er nog vele andere initiatieven, maar jij hebt het geflikt. En we sturen straks deze spullen naar Oekraïne. Ja. Ik zal er namens het college een mooie brief bij doen.
Dat ze weten waar het wegkomt, zeggen ze hier. Dus ongelooflijk bedankt. En een groot applaus voor jou.